Ach, ik ben zo gestrest dat ik door mijn neus zit. Ik ben Pieter en dit is mijn tweede documentaire samen met buurvrouw Roos. Op de vriendschap de komende 30 jaar. Een bijzonder, maar ook kwetsbaar verhaal. Je begrijpt me niet, ik moet het weer gaan vallen. Ik wil niet meer. Mijn psycholoog zegt dat ik moet boksen, want ik heb een burn-out in de stress. Nee! En laat los. In de vorige docu zag je hoe ik mijn buurvrouw Roos leerde kennen. Roos voelde zich eenzaam en onbegrepen in het dorp. En nog een handjevol mensen die mij begrijpen. Doordat ze zich soms wat anders gedroeg, mocht ze de supermarkt niet meer in. Het is roeier gegaan. 4 keer fietsen van een klein beetje zalm. Wat niet goed van jullie. Roos was er klaar mee en wilde verhuizen. Dat bot gaat in de tuin. Ze wilde 13 eenzame jaren achter zich laten. Ik wil niet alleen zijn. We gingen op zoek naar... lieve, leuke man. Dat deden we via een datingsite. De mannen staan voor u in de rij. Ja, maar dat was jij hier nog niet. En naast dat we heel veel lol hadden samen, vonden we al snel de ware liefde. Liefste Anton, jij bent nu alles voor me. Alleen, hij bleek toch niet de ware. Dat gelijk doorgekrast. Hij heeft alles kapot gemaakt voor mij. Roos zat er even doorheen, maar we gingen opnieuw de datingsite op. Hoe zeg je? Dat verliep niet helemaal hoe Roos hoopte. Dan blijf ik maar alleen. Kan mij dat toch schelen? Nou, Roos. Maar als Roos het bijna had opgegeven, bleek Anton het toch te zijn. Is weer de grote liefde. Oneindig veel liefde krijg ik van jou. Voor de rest van ons leven. En op de dag dat Roos ging verhuizen, stopte deel 1 van buurvrouw Roos. Met de grote vraag, hoe is het nu met Anton? Roos heeft een nieuw leven in Assen. Ze wandelt er elke dag op los. Prettige avond, hè? Maakt met iedereen een praatje. Maar er is nou ook een film van mij. En dan speelt ze in Gietsen af, waar ik 36 jaar gewoond heb. En dat heet Buurvrouw Roos op YouTube.nl. Nou, gaan we kijken. Ja, doeg! In de tussentijd ben ik samen met Roos op zoek gegaan naar een psycholoog. We hebben er een gevonden waar het mee klikte. Daar gaat ze nu wekelijks heen. Bij de winkel naast haar huis kan ze elke ochtend voor openingstijd terecht voor een kop koffie en een luisterend oor. En ook met de andere buren kan ze het prima vinden. Nou, heel goed, mevrouw, verstandig. En zijn jullie al vriendinnen, of niet? Dat gaat niet zo vlug. We zijn buren. Maar wat niet is, kan nog komen. Dan gaan we naar de kroeg. Lang leven de kroeg! Roos en ik, wij zien elkaar nog regelmatig. Soms bij haar. Fijne dag allemaal. En soms gaan we bij mij wandelen. Hartstikke leuk, Roos. Kijk, dit ben jij precies. Ja. Zo. Op de vriendschap. De komende 30 jaar. Als ik dan leef. Doei, Roos. Oh ja, de grote vraag. Hoe is het nu met Anton? Hoe gaat het in de liefde? Uit, niks. Dus Anton, dat wordt hem niet. Er staan 20 anderen voor me klaar. Nou, dan zoek je toch een ander. Je gaat toch naar een ander. Bekijk het maar. Anjoe. Achterom. Toen was het weer klaar met Anton. Ja, klaar met Anton. Maar je bent er niet rouwig om, toch? Of wel? Nee, nou niet meer. Dat was Anton. Op naar de volgende. Ja. Hans was 60. Hans is 60 jaar en zoekt een mooie, charmante... lieve, eerlijke en betrouwbare dame. Ben ik dat? Hij woont vlak in de buurt, dus daarom gaat Roos eerst eens kennis maken tijdens een wandeling in de stad. Mijn karakter was niet zacht genoeg. En ik liep te hard. Ik had te veel energie. Niks voor jou, Roos? Ja, ik zei, ik loop voor een jongen van 25, loop ik nog dat ik kan me nog niet eens bijbenen. Dan kun jij mij normaal niet bijbenen. Je ziet dat ze zeiken van, mijn zus zegt, ik moet naar de dokter, want je heup die speelt wel. Dus, en ik ga dat niet doen, zeggen. Ik zeg, jij gaat dat wel doen. Dan kun je wel beter lopen. Dat helpt wel die operatie. Jij moet ook een nieuwe heup nemen. Nou, ik zal erover nadenken. Ik vind het leuk dat Roos voorzichtig een beetje op het ontdekkingspad is. Ze geeft zeker niet op en heeft zich ingeschreven bij een bemiddelingsbureau. Vertrouwd, veilig en discreet. Helpt u aan de juiste partner door persoonlijke bemiddeling. Zij gaan op zoek naar de perfecte match voor Roos. En Roos die hoeft zich niet te vervelen, want zij heeft genoeg tijd voor haar grote passie, winkelen. Wat vind je ervan? Leuk. Ik heb, mijn kast is al te klein geworden. Kleren zat. Deze. Mevrouw, heb je een mooi jurkje aan? En wat heb je mooie schoentjes aan? En ik kreeg gelijk een elleboogje. €5. €30. €180. €40. Dan moet je dat niet laten hangen. Die heb ik gekocht.
die. Eens kijken, Pieter. Hele wijde pijp. En weet je wat erop staat? Amsterdam. Ik heb kleding van Amsterdam. Een lulfles over. Als je nou de verkeerde kant erin doet, dan doet het wel zeer. Ja, dat moet je ook niet doen. Dat moet je ook niet doen. Als je een sportartikel wil hebben, moet je daarheen. Kijk, vind je dit niet mooi dan? Een sneaker. Die. Sneaker. 200. Kijk, allemaal hele mooie pintjes. Super. Ik zeg tegen die lui, kan dat wel als je 74 bent? Ja, natuurlijk kan dat wel. Ik ben hier niet meer giet, hoor. Ik ben in de achtste. Ik ben in de stad. In de stad kan wel. Wat je wil? Groen. Ja, en ben ik de allereerste man in de slaapkamer van Roos. Dan wacht je maar zo op de slaapkamer van Bim van Roos. Nou. Ah, ja, dan krijg je commentaar. Oh, ik blijf eruit. Ja. Ik blijf eruit. Oh. Ik sta er niet in, hoor. Pieter. Nee. Nee, dat gaat niet gebeuren, Roos. Je wordt veroordeeld. Nee, ja, jij wordt veroordeeld. Ik wil wel. En ik niet. Over het algemeen lijkt Roos een goed leven te hebben in Assen. Vanaf volgende week gaat ze 4 keer per week naar de Jeu de Boel. En ik ga een maand op reis voor een filmklus. Dus ik ben blij dat het goed met haar gaat. Dan kan ik met een gerust hart op reis. Goedemorgen. Als we daar weer voor Roos niet hebben... Maar ik ben er vandaag. Ga er nou. Ik kon niet eerder komen. Ik moet echt even naar buurvrouw Roos toe. Dat was hard nodig. Oh, ik ga helemaal kapot. Hoe gaat het, Roos? Ah, heel slecht, heel slecht. Ik heb met iedereen ruzie en het wil allemaal niet. En ze begrijpen me niet. Ik moet weer gaan varen. Ik word helemaal overspannen. Ah. Kom eens hier, Roos. Ik heb je zo gevierd. Oh, Roos, ik ben er weer, hè? Ik ben er weer. Het duurde te lang. Ja, maar ik ben er wel weer. Heb je psycholoog in op vakantie? Ik kan nergens aan toe. Roos. Ik word maar niet geholpen. Ik wil niet meer. Ah, Roos. Ik vind het vervelend om te zien dat het op dit moment niet zo goed gaat met Roos. Het is me alleen nog niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand is. Vertel eens wat er al gebeurd is op de Jeu de Boelbaan dan, Roos. Ze maken ruzie bij mij. En niemand helpt mij. Maar had je verloren met Jeu de Boel? Nee, ik heb gelijk. En waar had je gelijk in? Wat ik heb gezegd. En wat had je gezegd, Roos? Een buitenlijn heb ik gezegd en geen binnenlijn. Ah, Roos, maar het is niet leuk om te horen dat de Jeu de Boel weer begonnen is en dat je gelijk ruzie hebt gehad. En ik heb de enige week ruzie met die lui. Omdat zij op de binnenlijn gooien en jij op de buitenlijn. Ja, ze zijn er niet eens met mij. Ah, Roos, sorry, maar ik vind het heel rot voor je, maar ik moet wel een klein beetje lachen. Maar je bent nu heel boos om een spelletje. Ja! Ja. Ik ken het veel langer als je lui. Ja, maar Roos. En dan zegt die klootzak, maar hij is 10 jaar scheidsrechter. Voor mij is hij 20 jaar scheidsrechter, maar ik heb gelijk! En niet die klootzak! Nee, maar Roos, je moet nog wel luisteren naar de scheidsrechter. Nee! Ah, Roos, ik dacht er is iets heel ergs gebeurd, maar het gaat dus om een spelletje. Ja! Dit is een kant van Roos die er soms ook even is. En een nieuw leven starten bestaat natuurlijk niet alleen maar uit hoogtepunten. Even ontladen, het is tijd om even gezellig wat te eten samen. Ach, ik ben zo gestrest dat ik er bij neer zit! Ah, Pieter. Toch maar eerst even een rondje wandelen, want dat is het medicijn voor Roos. Tegen alle ellende op de wereld. Laat me maar lopen, laat me maar gaan. Wat ik nou doe, heb ik altijd al gedaan. Laat me maar lopen. En volgens mij gaan de kaartjes die jullie gestuurd hebben na het eerste deel van Buurvrouw Roos haar ook wel blij maken. Goeiedag. Ik zie je niet. Goeiedag. Hallo. Meneer Roos? Ja, kom maar. Hoe is het ermee? Ja, kom maar. Sta je in je naakie of zo? Ja. Niet waar. Yes. Roos. Hup, kleren aan. Nee, Roos. Kom dan. Dit zijn kaartjes. Ja. En die hebben de kijkers van buurvrouw Roos naar jou gestuurd. Ah. Lieve buurvrouw Roos. Wat heb ik genoten van jullie mini
documentaire. Waar ben jij een geweldig mens? Zo intens. Ik hoop dat je je grote liefde mag vinden. En dat jullie dan net zoals voor op deze kaart van elkaar zullen genieten. Het is je van harte gegund. Doe je de groeten aan Pieter. En ik hoop weer eens wat van je te zien. Liefst van Karin en Martin. Oh, dat is ook een hele mooie. Een hele mooie. Prachtig, Roos. Heel mooi. Bedankt voor het opsturen van alle lieve kaartjes. Roos wordt er duidelijk blij van. Wat wil ik mijn ding maar heen. Ook al kan het ontbreken van de liefde soms wel een klein beetje confronterend zijn. Ik veel liefde en geluk te wensen in een nieuwe woonplaats en wie weet in een relatie. Maar ja, het is nog steeds niet van start, hè? Het is nog steeds al 2 maanden klote ellende hier. Boosheid. Nee, met de dag weer toe. Hallo, lieve buurvrouw Roos. Wij hebben de documentaire van u en Pieter gezien. We vonden dit beide erg leuk en hopen dat u snel iemand vindt waarmee u gezellig kunt wandelen en kletsen en borrelen. Lieve groetjes, Eline Lamijn Annick Dijk. Mag ik zeggen? Voor mij gaat het even niet goed. Ja. Nee, gaat ook niet goed. Het is eenmaal frustratie en frustratie. Klootzak, mama. Nou. Ja, de maatschappij is een klootzak. Maar toch niet de mensen van de kaartjes? Nee, maar die mensen allemaal wel. Wat doe je nou? Weggooien in je envelop. Oh. Ik dacht dat je de kaartjes weggooien. Hé, dat werkt toch? Daar werden ze. Ik denk, maar dan ben je gek geworden. Nee. Ik moet naar buiten. De realiteit is dat Roos niet lekker in haar vel zit. Doe maar even rustig. Ah, Roos. En hoe graag ik ook wil, ik weet soms ook niet wat ik voor Roos kan doen. Het ene moment is ze verdrietig en het andere moment heel boos. Nee! Nee. Nou, doe dan! Druk toch! Je drukt op de bel en hij loopt niet door. Wat een lul! Ze snapt niks van de intercom. Hij weet dat toch niet. Tijd om te zoeken naar een oplossing, want we kregen een bijzonder advies van de psycholoog. Tik hem aan, Roos. Mijn psycholoog zegt dat ik moet boksen, want ik heb stress en ik kom er niet vanaf. Nee. En ik heb een burn-out in de stress. Laat Jasper nou net mijn boksleraar zijn en hij is wel in voor een potje boksen met Roos. Ja, goed, hè? Ja. Hebben we altijd onze handen bij ons hoofd. Ja. En tegen je hoofd. Weet je waarom? Om je hoofd te beschermen. Ja, precies. Ja, heel goed. Sla maar. Links. We doen altijd kruis links. Yes, keurig. En je mag terug meelopen. Ja. Kom op. Nou, kom op. Oh, nee, dat mag niet. Ik ga je aanvallen. Yes, keurig. Ik moet juist bang voor jou. Later. Ja, nou precies, ik moet juist bang voor jou. Keur. Dat is hem inderdaad. Ja, netjes, kom op. Meppen. Kom op. Kom hard op. Ah, yes. 5, 6, 7, 8. En nu doorgaan. Nee, kom op. Mooi. Ja, mooi. Door. Boom, nog één keer. Yes. Ja, keurig. En ontspan. Ga je eerst alleen maar even opmerken hoe je ademhaalt. Dus adem je in door je neus of in door je mond. Alles aanspannen. Adem in. En laat los. Ik ben ontspannen, ja. Als je uitademt, mag je rustig je ogen open doen. Mag je rustig komen zitten. Roos, die denk ik blijf gewoon lekker liggen. Oeh. Goed gedaan, Roos. Trots op je. Ah, Roos, super gedaan. Was lekker, of niet? Ja, dat was wel lekker, ja. Ja, zo dat. Fijn. Hey, Roos, proost. Ah,
het is nou wel dat u gaat, 14. Ja. Ja, bedankt. Maar bent u nog vrijgezel of niet? Ja. Nee. Wat zeg je? Nee. Oh, oké. Okay. Nee, maar... Zoekt zij een date? Nee, ja, gewoon, ja, misschien. Maar we zijn... Mijn fout, ik had Roos niet moeten koppelen aan een willekeurige man op straat. Maar een week later, wanneer ik ziek thuis op bed lig, heeft het bemiddelingsbureau een match gevonden en belt Roos me met goed nieuws. Dat ben ik een vriendje. Ah, dat meen je niet, Roos. Ja. Maar wat heb... Ja, ik klik heel lief. Ik ben een Engeltje en dat is goed voor elkaar. Roos. Hij zegt, ik weet een nieuwe auto. We gaan ook nog wel een paar dagen ertussenuit. Roos is helemaal in de wolken. En vandaag is hun allereerste date. Dus het liefst op eerste gezicht. Hoe laat ga jij die kant op straks dan? 1 uur vanmiddag. En dan word ik maandag thuis gebracht door hem. Hoe bedoel je, blijf je het weekend over? Ja. Ik schrik er een beetje van dat Roos blijft slapen bij deze man. Maar veel kan ik er ook niet meer aan doen, want ze gaat over een half uur al weg. Oh. Ik heb jouw nummer helemaal in mijn hoofd. Ik hoef niet eens weer om drie keer. Ik heb jouw nummer ken ik helemaal van buiten. Oké, okay, maar dat is heel goed, Roos. Want je moet heel eerlijk naar jezelf blijven, hè? Want als jij het niet meer leuk vindt of zo, of je denkt toch, ik wil in naar huis... Ja, het klinkt heel goed en dat vindt hij ook. Fijn. We wachten niet langer. Het klinkt heel goed, zeg maar. Hoe leuk dit ook is voor Roos, dat ze nu weg is voor een heel weekend naar een man waarvan ze niet eens weet hoe die eruit ziet. En hoe spannend het ook voor haar is. Ik vind het toch wel heftig en ook wel riskant. Want als ik dit geweten had eerder, dan had ik haar wel, denk ik, op een andere gedachte proberen te praten. Want wij hebben over het algemeen, denk ik, allemaal een vriend die ons wel vertelt van hey, dit is geen goed idee. En Roos heeft soms alleen haar eigen hoofd waar ze tegen kan praten. En dat is, denk ik, wat iedereen nodig heeft. Gewoon iemand die je vertelt dat iets misschien niet zo'n goed idee is. En nu wil ik echt niet van het slechte uitgaan, maar ik heb hier toch een naar onderbuikgevoel bij. Nog één keer bellen. Hoi, Pieter. Hey, Roos. Toch nog. Natuurlijk bel ik wel. Ik heb vanmiddag ook al geprobeerd te bellen. Het maakte me bijna ongerust. Van 4 tot 5 ben ik eenmaal naar wandel geweest. Ach, gelukkig. En je blijft tot maandag of ga je eerder? Nee, ik ga morgen naar huis. Ik hou het niet vol. Ergens ben ik blij dat Roos naar huis gaat. Maar ook al vind ik het aan de andere kant ook wel weer heel jammer voor haar. Ik ga even goed uitzieken en zodra ik weer uit quarantaine mag, ga ik naar Roos. Het leven in Assen is voor Roos vallen en opstaan. Tussen Roos en haar date is het helaas niks geworden. Maar er is ook goed nieuws, want Roos is aan het schrijven met een nieuwe man. En wij proberen regelmatig leuke dingen te doen samen. Nou Roos, doe maar, laat maar eens even zien wat je kan. Daar gaat ze dan. En Roos neemt me mee voor een verrassing. Handschoen, alles, 7 uur. Weet jij waar ik ongeveer heen moet? Ja. Oké. Okay. Rechtdoor. Nee, hieraf. Hier naar links? Ja, rechts. Hier, stop! Hier. Ja, moet terug. We gaan blijkbaar naar een begraafplaats. Want begraven worden is volgens Roos... Beter dan in een hete oven als je gecremeerd wordt. Roos. Ja. Het schijnt een trend te zijn onder ouderen. Roos gaat mij laten zien waar ze komt te liggen. Kom onder de grote boom met volle blad. Zo is hier ongeveer. De eeuwige rust. Met de vogeltjes, alleen je hoort het niet meer. Maar je kunt het je wel voorstellen. Prachtige vogelliederen. Een liefbedoelde verrassing, maar het voelt ook wel een beetje luguber. Zeker omdat Roos het ook wel eens over de dood heeft. Roos, hoe kijk jij naar de dood? Ja, weet ik veel. Iedereen gaat dood. De een vroeg, de ander laat. Ik ga laat. Ik ga voor 95. Ik ga ook niet dood binnenkort. Ik ben dubbel. Ik wil dood en ik wil niet dood. Klaar. Nou, dan moet je dat maar niet doen dan. Dan gaan we nog veel avonturen beleven samen. Kom van de dag, kom van de Ik vond het een hele bijzondere verrassing.
En er is trouwens goed nieuws. Woensdag over een week staat er een date gepland tussen Roos en haar nieuwe vlam. Hij wordt 71. Oh, jonge vent. Ik ben 4 jaar ouder. Jonge vent? Nee. Het lijkt allemaal zelfs zo goed dat Roos overweegt om een tattoo van hem te nemen. Dit is het. Ja. Kijk dan, op de vingers kun je het ook doen. Je gaat toch niet dan een tattoo nemen van je minnaar? Waarom niet? Nou, stel het gaat uit of zo, dan... Wat geeft dat nou? Ja, maar dan loop je met een naam... Heb jij dat niet dan? Nee, een tattoo is wel voor altijd, hè? Nee, want een tattoo kun je ook weg laten halen, hè? Ja, maar daarvoor neem je toch geen tattoo? Wat geeft dat nou? Het is toch te proberen? Ik weet toch ook niet dat het uitgaat? Je gokt het toch op? Ja, maar ja, dat is het gevaar, hè? Jawel, maar als je dat dan leuk vindt, als ik dat voor hem over heb, dat is liefde. Ja, maar ik weet niet of ik het moet doen, maar oké. Ja, dat is ook liefde. Nee, ik hou je niet tegen, maar ik zou je het wel afraden. Of anders een plakplaatje, dat is ook een tattoo. Dat mag wel. Nou, dan zou ik dat doen. Zo weer eraf. Ja, nou, dan zou ik een plakplaatje doen. Nou, misschien heeft hij zullen we dat maar doen? Misschien heeft hij ook wel plakplaatjes. Nou, dan doen we gewoon een plakplaatje. Ja. Maar dan gaat het helaas toch niet goed. Hij is niet ondernemend. Ik weet niet wat dat toch is. Hij denkt nergens na. Maar heb je wel zin in woensdag dan, dat hij langskomt? Jawel, ik moet toch een keer weten waar ik aan toe ben. Alleen mijn telefoon heeft geen zin. Dat wil ik niet langer. Het lijkt niet alsof je hem heel leuk vindt in ieder geval. Nou, ik weet niet. Zie wel. En als er woensdag niet overkomt, dan zeg ik, je hoeft niet meer weer te komen. Mm. Het moet alleen van mijn kant komen. Dat hoort niets. Hij moet ook een briefje schrijven. Maar waarom doet hij dan niet meer? Waarom denkt hij dan niet na? Er lopen toch postbodes? Kan hij zijn plakplaatje ook vergeten? Ja. Wat ik kan, kan hij toch ook doen? Ja, het klinkt alsof je heel boos bent. Ja, dat ben ik ook. Hij doet dat niet. Nee. Ik verlang dat ook van hem. Moeten we dan wel afspreken met hem? Wat een gezeik. Ben je boos op mij? Ik zeg, ik ben teleurgesteld in jou. Klaar. Verdomme. Je zit er even doorheen, hè? Ja, het zal wel een probleem blijven ook. Want ik wil niet toegeven. Ik wil me niet op de kop laten zitten. Ik voel dat ik mij niet op de kop moet laten zitten. Die tijd is voorbij. Ja, maar het levert je ook heel veel verdriet op. Ja, dat moet dat maar. Hoe zou jouw perfecte leven eruit zien? Als ik een vriendje heb. Waar je alles mee doet. Maar moet je dan niet eerst van jezelf houden? De ene dag de slappe lach, de andere dag een hele verdrietige dag. Soms ben ik heel trots op mezelf, wat ik allemaal gepresteerd heb. Maar als de liefde komt, dan zal voor altijd de zon aan de hemel staan. Daar moet ik de grote liefde vinden, die mij steunt. Misschien komt die wel, Roos. Alles op zijn tijd, hè? Niemand kan in de toekomst kijken. Roos, ik hoop ook echt dat jij weer hartstikke gelukkig wordt. Nou, ja, dat hoop ik ook. En dat er nog een derde film komt. Hoop je dat? We gaan gewoon door. Tot het einde. We zullen doorgaan. Altijd maar doorgaan. Roos gaat met zichzelf aan het werk. Voor zichzelf. Ze is nou eenmaal een bijzondere vrouw. En bij een bijzondere vrouw hoort waarschijnlijk ooit ook een bijzondere man. En wanneer? Dat maakt niet uit. Want zoals Roos zegt... Gelukkig de dag, maar laat ook wat voor morgen aan. Ja, zo is het leven, toch? En ik moet van mezelf leren houden, dat zegt de psycholoog. Lieve Roos, wat leuk dat we een kijkje mochten nemen in jouw gezellige leven. Je bent een superleuke, gezellig mens. Je mag trots zijn op wie je bent. Jouw prins op het witte paard komt vast snel voorbij. Die wordt ooit de gelukkigste man ter wereld. Ruben en Sanne. De prins op het witte paard. En ik zit al 10 jaar op de wacht. Nou, die prins op het witte paard. Die heeft al wel lang werk. Dat is de weg wel lang voor hem. Hij verdwaald ben als ik. Hij heeft geen richtingsgevoel. Nee, Roos. Ja. Jouw aanstaande schoonouders. Kom nog geen kinderen krijgen, dat is het. Kom op. Lieve mannen, als die er nog zijn in de wereld, die zin heeft aan buurvrouw Roos om de grote liefde samen te bedrijven. Ho, ho. Wat zul je dan
mij gelukkig maken. We halen er alles uit wat er uit te halen is. Voordat je doodgaat en krepeert in de grond. Nou ja, of zodat je vergaat in de grond en dat je door de beesten opgevreten wordt. Lang leven de liefde! Dat was hem dan, de tweede documentaire van buurvrouw Roos. De reden dat ik deze documentaire maak is omdat ik hoop dat bijzondere mensen zoals Roos wat meer gehoord en gezien gaan worden. Bijvoorbeeld op straat. En je wil niet weten wat alle lieve reacties met Roos doen. Je kunt haar een kaartje sturen als je zou willen. En ik maak deze documentaire dus naast mijn werk. Ik verdien er verder helemaal niks aan en dat hoeft ook niet. Maar je zou me enorm helpen door te abonneren en te liken. Want zo kan ik alleen maar weer nieuwe en andere documentaires maken ook. En of er een deel 3 komt van buurvrouw Roos, dat weet ik nog niet. Maar Roos en ik blijven gewoon in contact. Ik wil je echt bedanken voor het kijken. En als je een keer in Assen bent, dan hoor je de lach van Roos vast wel een keer. Oh, tonijn, we lachen! Pas op, lach jezelf niet dood, hè? Roos, we zijn op een begraafplaats. Ah, wie daar zijn?